We zijn bij het huis waar ik tijdelijk woon, bij mijn moeder. Ik heb zelf bouwen gekozen omdat het met name financieel natuurlijk wel aantrekkelijk is. In die zin, als ik voor dezelfde vierkante meters kies bij een bestaand huis, dan is dat bijna niet te betalen. En zelfbouw vond ik ook wel weer leuk en zeker in mijn situatie denk ik ook wel goed om dan inderdaad mee te nemen dat ik gescheiden ben. Ik zie dit ook wel zeg maar op twee manieren als een nieuw begin. Zelf daar een mooi begin aan maken, een nieuwe locatie, helemaal alles nieuw. Ik zag dat op Funda en daar kwam heel erg ook naar voren dat het een groen project was met gedeelde auto's waar heel goed nagedacht wordt over de toekomst. Dat sprak me vooral aan. Ik ga met mijn neef aan de slag. Daar heb ik al drie keer mee samen gezeten. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Hier zie je dat ik verschillende pins van Pinterest heb gemaakt waarbij je gewoon dingen kunt bewaren. Dit is wel ongeveer hoe ik denk dat het eruit moet gaan zien. De vrijheid om alles zelf in te delen is onwijs leuk om te doen. En ook wel echt leuk om over na te denken. Ik vind het wel spannend om dit avontuur aan te gaan, dat wel. Zeker nu het dichterbij komt. Ik denk wel dat een hoop dingen wellicht een keertje tegen kunnen vallen. Of zou je een keer mee om moeten gaan met een tegenslag. Ik moet een heel huis gaan inrichten en helemaal alles organiseren. Maar het maakt je ook wel weer trots. Ik denk straks helemaal, als het dan klaar is. Ik kan me voorstellen, als ik daar dan zit, dat ik dat om me heen kijk. En denk van, nou, dat hebben we even geregeld. Weet je, en ja, daar zie ik wel naar uit.